even mijn jurk goed doen. Ja, dat zag u goed, even mijn jurk goed doen. Anders stond ik er niet goed op natuurlijk. Hey, hallo, daar zijn we weer met Judith's shopvlog, hè? Ja, ja, bij het stiekem shopvlog is het geworden. Is het... Bye, hè? Ja, ze is er wel, ze is er wel. Ja, daar was ze. Wat gaan we doen vandaag? Al dit spul gaan we even lekker showen. Ja. Goed, waar beginnen we? Beginnen we aan die kant of beginnen we aan die kant? Aan die kant, want er zit bevroren bloemkool bij. Dan kan ik die even snel naar de vriezer brengen. Bloemkoolroosjes. Ja. Hele zak, wat is het? Een kilo? Kilo, ja. Die gebruiken we altijd omdat we meerdere gerechten maken, niet altijd in één keer. Als je dan een hele grote bloemkool koopt, dan ben je al halverwege met een verlepte bloemkool bezig. En daarom hebben wij eigenlijk altijd roosjes. Dat toont ook voor jullie op de camera wat beter en wat frisser. Geef ik deze gelijk langs de camera zo aan Judith. En daarbij scheelt het ook heel veel groen afval. Ja, we wonen midden in een stad waar we dus eigenlijk geen groen kunnen composteren of iets van die naart. Hadden we dat wel, een goede composteringmogelijkheid, dan hadden we zeker de hele bloemkool gehaald. Want wij wonen buiten dat het de stad is, maar midden in de kool zien hier. Zo gauw we hier buiten de stad uit zijn, dan hebben we ook echt in de koolvelden. Alle kolen die zo'n beetje op de wereld gemaakt worden of gegeten worden, komt voor een heel groot gedeelte hier uit dit deel van West-Friesland. Een goede, lekkere anijssmaak. Ik hou hiervan. Het hoeft niet eens met vis, maar ik hou ervan. Het gaat als streekbeek zalm met zalm en aardappels in de oven. Dus sorry, wel met vis. Dit keer dan wel met vis, maar hè, een goede pernil hou ik ook wel van. Ja. Dus even een lekker zakje kleine tomaatjes erbij. Kleine trots tomaatjes. Ze zien er ook heel erg trots uit. Die worden zeker ook voor een of andere... Ik zie dat ze met... Zo staat, met een hele lijst. Dat betekent dat we weer een kookworkshop op gaan nemen eerdaags. Althans, Judith, ik blijf daar meestal bij voor het snijwerk. Daar zal dan uiteraard zal daar bij zijn de witte champignons. In de vorige jobvlog, voor John's jobvlog, daar hadden we de... kastanje champignons en nu hebben we weer gewoon de ras oude wetse vertrouwde wit champignons. Het zijn ook even wat lekkere grote champignons, dus lekker veel vlees, lekker. Ja, ik hou er wel van. Je kunt mij wel niet zozeer wakker maken, want dat is me toch heilig. En daar kunnen we zomaar zo heel weinig van overhouden, want het gaat gewoon die champignonsoep. Voor in de vriezer. Champignonsoep. Vers gemaakt. Wie wil dat nou niet? Krijgt het te zien, maar dan van Judith, hè? We hadden dorst deze week. En omdat het toch de week van de droogte was. We zitten precies tussen allerlei privéfeestjes in. Een kookroom erbij. Die zal waarschijnlijk voor de champignonsoep zijn. Ja, dat staat ze hier heel hard te knikken. Een liter, twee pakken van een halve liter, maar een liter slagroom. En ja, kijk even mee. 2, 3. En nog eens 3. En nog eens 3.
Oftewel, 9 pakken melk. Daar zijn er natuurlijk 8 bij voor de yoghurt. Wij zijn verhoed zelfmakers. Hoe noem je dat in het Engels? Ja, dan heb je eigenlijk een homestead en dat betekent een hoeve. Homestead, hoeve. Wij hebben dan nog geen boerderij, want we wonen dus, wat ik zei, midden in die stad. Maar we proberen wel zoveel als mogelijk wat je zelf kan maken, dat maken we ook zelf. En je wordt er heel erg leuk van, hoor. Heel enthousiast ook. 1, 2, 3, nee! 4 courgettes. Wat gaan we daarmee doen? Twee beek. En bij zalm eten we zomerse of lente stampot. Met courgette en paprika. Krijgen we allemaal weer te zien, zeker? Ja. Krijgen we allemaal weer te zien. 4 lekkere, stevige courgettes. We hebben weer een zakje aardappeltjes mee laten komen. Dat zal onder andere voor zijn voor de traybakes. Ja. En niet zozeer voor de stampot, want daar hebben we nog aardappelpuree voor in de vriezer. Lekker makkelijk. Dus het komt op, hoor. Het komt op. Het wordt allemaal verdeeld. Het gaat dan ook allemaal weer in zakjes, in pakjes. Nee, niet in pakjes, hè? Nee. Het gaat alleen maar in zakjes, via het vacuümapparaat wat we hebben staan. Een maaltijdje voormaken, vacuümeren in de vriezer. En als je dat, zoals wij dan doen, een beetje gros inkopen, een beetje groot inkopen, dan kun je meerdere maaltijden maken in één keer. Je trekt ze vacuüm, doet ze in de vriezer. En je hebt eigenlijk zo door de week, kun je hard doorwerken en je pakt een zakje uit de vriezer. Je doet hem net nagelang bereiden als dat we op het stickertje zetten. En ja, je zit binnen een paar minuutjes toch weer lekker vers te eten. Binnen een leuk budget. Want, ja, de slogan is bekend, massa is kassa. Maar dat geldt dus ook echt, hè. Als je dus groter inkoopt, kun je dus ook meer maaltijden maken, maar je kunt het dus ook over een langere tijd verspreiden. En daardoor kun je budget ook naar beneden. Tonic heb ik in mijn handen. 2 lekkere tonnikken. Ik hou ervan. Er zijn mensen bij die denken, mij te pitten. Maar juist deze van de Albert Heijn, heb ik vorige keer ook gezegd, juist deze, die vind ik lekker, omdat hij net even dat tikkeltje bitter is. Zoals vorige keer, hè, was dat? Vorige keer voor, denk ik. Maar... Ja, weer dezelfde kaasjes? Ja, ik vond ze zeker de die nu in het midden ligt, zalig. Ja, die krijgt ze niet meer, hoor. Die krijgt ze niet meer. Die is voor Johnny. En we hebben een feestje te vieren, dus... Ja, tweede feestje, hè? Ja. En dan zijn we er ook gelijk... helemaal doorheen in dit huishouden. Ja, dan hebben we pas weer een feestje over 356 dagen. 356 dagen, ja. Ja. Soms meer rekenen als het schrikkeljaar is, maar dat was vorig jaar. Dat was vorig jaar, ja. We hebben hier een passata tomaten gezeefd. Die is natuurlijk ook voor de champignonsoep. Nee. De voorraadkast. Dit is voorraadkast. Dan is dit ook voorraadkast. Ja, ja, volgens mij, ik kan even niet achter je kijken, is alles voorraadkast wat je nu gaat noemen. Masseltje van de Albert Heijn, zeker? Ja, dit was een daadwerkelijk masseltje, want eigenlijk is het 6 voor de prijs van 2. Dus we hebben er... En het was een bonusbox aanbieding, dus... Nou, keep them going, Albert Heijn. Ja, want we waren overgestapt naar een ander merk van de Albert Heijn zelf. Maar deze was dusdanig goedkoop nu, dat ja, we konden het niet laten liggen. En op zich vind ik dus de kassen van de Albert Heijn goed te doen, maar hij mist net wat kassensmaak.
vier tomatenpuree. Die zijn voorraadkast. Ook voorraadkast, hè? Ja, dat had je gezegd. Dus deze vier gepelde tomaten gaan ook voor de voorraadkast. Het zijn twee gepelde tomaten en twee tomatenstukjes. Maar, ja, spijsaard. Gepeld. Ja, gesneden, klopt. Je zal toch maar bij zo'n fabriek werken de hele dag tomaten lopen snijden, zeg. Ja, en jullie hebben vorige week gezien dat ik al 10 blikken toen had, maar die zijn al bij de wielprep gegaan die jullie komende zondag deel 1 live zien gaan. En die dinsdag erop deel 2. Oh, was die zo lang dat die... Ja, ook al mist er een stuk opname, hij was heel erg lang. Ja, we hadden een storing ertussendoor gekregen en ja... Ook wij zijn beginners. We moeten ergens beginnen. Mensen, we doen het gewoon uit enthousiasme, uit liefhebberij. Dan kan er ook wel eens wat stuk gaan. En we hadden nog eens een proefdingetje. Ja, ja. Staat erop. Proef. Peer, vlierbessen. Vlierbloesem. Vlierbloesem blend. Geen idee wat ik ervan moet denken. Geen idee. Wat moet dit dan zijn? We gaan een glaasje proeven en dan gaan we hoogstens denken. Nou, we gaan live proeven. We gaan live proeven. Ja, nou we er toch voor staan, gaan we gelijk live proeven. Waarom niet? Als het dan niet lekker is, kunnen we het gelijk weggooien buiten beeld. Jij bent lekker enthousiast. Als we het nou niet lekker vinden en echt hier heel vies gaan kijken, weet ik niet of wat voor Sintje daar zo blij mee gaat zijn. Ja. Hij is een wol. Ja. Papier? Ja, papier. Maar die andere die merk ik niet zo. Ik vind juist meer de vlierbloesem dan de peer. Je hebt iets een zoetig zuurtje erachteraan. Ja. Ja. Dat is niet vies. Nee, dat is niet vies. Jij bent niet zo van de zakjes, hè? Dat ik er nou 20 pakken wel ga bestellen, kan ik ook niet zeggen, hoor. Nou, dat vind ik dan jammer. Nou, ik ga 20 pakken bestellen voor mij. Nee, dat ook weer niet. Mits het de normale prijs heeft. Maar appelsientje, dus merk, dus duur. Ja, dat is weer waar. Dat is weer waar. Ja, maar, ja nee, ik heb slechtere dingen te proeven gehad. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, probeer hem uit. En tot de volgende. En als je het een leuk filmpje vond, like, abonneer je, lel tegen de bel. En tot de volgende keer maar weer. Kijk zeker komende zondag en dinsdag. Oké, later. Doeg.